Hallo allemaal, Dennis van Dennis Klaas Fotografie hier. Deze video gaat over kritiek geven en kritiek krijgen. Nu, we maken het allemaal wel eens mee. Hè. We krijgen kritiek op een foto of we geven zelf een kritiek. Maar kritiek geven is soms een kunst op zich. Nu, naar mijn ervaring zijn er 4 factoren aan een goede kritiek. Is het specifiek? Is het constructief? Is het relevant? En wat is de bron? Ik heb een experiment gedaan. Ik heb een heel oude foto van mij, toen ik nog maar net bezig was met studiofotografie, 15 jaar geleden, heb ik op mijn eigen groep gezet en in een andere groep. En de bedoeling was om een keer bepaalde kritieken te gaan uitlokken. Om te kijken van wat voor soorten kritieken krijg ik hier allemaal op. Dus laten we de 4 pijlers even overlopen. Nu, voorbeelden van commentaren die niet helemaal specifiek zijn, heb ik vooral gevonden in de andere groep. Hè, dus de groep die niet van mij was. Nu, hier zijn een aantal kritieken die ik heb gekregen die absoluut dus niet specifiek zijn. Nu, natuurlijk, ikzelf kan hier wel mee lachen, omdat ik weet inderdaad, het is geen goede foto. Maar stel u nu voor dat ik een beginnende fotograaf zou zijn en ik ben heel erg trots op dit beeld. En ik toon dat op een heel erg publieke plaats en ik krijg dit soort commentaren. Dat zou mij heel erg ontmoedigen. Nu spreek ik natuurlijk als beginnende fotograaf 15, 20 jaar geleden. Als ik dit soort comments kreeg op mijn foto, ik vond dat enorm frustrerend. Omdat, ik begrijp wel dat je dat een heel slechte foto vindt. Maar waarom? En wat kan ik doen om die foto te verbeteren? Dus als je niet specifiek bent, dan weet ik ook niet, waar zit het probleem dan? Nu, in mijn groep kreeg ik heel specifieke comments. Waarvoor dank, want dat is al een stap in de goede richting. En er was zelfs één fotograaf die de tijd heeft genomen om op mijn foto aan te duiden waar dat de fouten zaten. Nu, in dat opzicht van specifiek te zijn, zijn positieve comments eigenlijk ook niet heel erg opbouwend. In die zin dat, mooi of prachtig of geweldig. Kijk, begrijp me niet verkeerd. Je mocht blijven mooi zeggen en geweldig zeggen op mijn foto's. Ik vind het enorm leuk. En dat is een boost voor het zelfvertrouwen om verder te blijven gaan. Maar je moet wel beseffen dat als je mooi of geweldig plaatst, dan leert je die fotograaf niks bij. Dus probeer als je zo'n comment geeft om dat te onderbouwen. Nu, ik ga heel eerlijk zijn, zelf zondig ik daar ook nog altijd tegen. Ja, het is een maatschappij waar dat we in leven, waar alles heel snel moet gaan. En ik ben ook nog wel eens geneigd om gewoon wow of love it of mooi te schrijven. Maar misschien moet ik toch ook zelf meer de tijd gaan nemen om ook te zeggen waarom vind ik dit nu mooi. Nu, is het constructief? Nu, kijk, het is heel gemakkelijk om een probleem aan te wijzen. Maar hoe moet de fotograaf of het model in sommige gevallen het probleem nu juist oplossen? En dat was eigenlijk een test waar dat 95% van de mensen niet in geslaagd waren. De enige comment die ik heb gekregen komt van Arjan van Limbeek. Die inderdaad toch een constructieve comment heeft meegegeven. Die mij heeft geholpen om die foto te verbeteren. Nu, het is sowieso al heel positief als je specifiek bent. En een ervaren fotograaf weet meestal wel, je geeft daar een probleem aan, die weet wel hoe dat hem moet oplossen. Maar als je een comment geeft om een beginnende fotograaf of een beginnend model, of zelfs mensen die al een tijdje bezig zijn, maar nog niet echt volledig ervaren zijn, die kunt je het beste helpen met ook effectief te zeggen hoe dat ze het probleem kunnen oplossen. Want zij zijn nog niet echt de problem solvers die de ervaren mensen wel zijn. Nu, wilt je de extra mile gaan, plaats een link naar een video op YouTube of op Vimeo waar dat dit probleem wordt aangehaald. YouTube is bijna een onuitputtelijke bron van informatie en ongetwijfeld is daar een video die het probleem dat jij aanhaalt behandelt. Nu, is het relevant? Kijk, iedereen geeft commentaar vanuit zijn eigen perspectief, zijn eigen mening, zijn eigen manier van werken. Nu, hier is een goed voorbeeld van relevantie. Ik ga een klein stukje spelen uit een van mijn fotoreviews en dan ga ik er iets meer informatie over geven. Technisch natuurlijk is de foto eigenlijk overbelicht. Je zou natuurlijk een externe flits kunnen meebrengen. Nu, persoonlijk hou ik wel van dat licht. Ik gebruik meestal een beauty dish met een grid. Nu, wat ik daar vertelde was... Nu, wat ik daar vertelde was dus niet helemaal relevant. De fotograaf wilde daar een foto maken met daglicht. Als ik hem de raad meegeef om met flitslicht te gaan werken, gaat hij een heel andere foto krijgen. Nu, als je de fotoreview zelf bekijkt, zeg ik hem dat ook. Dus dan maak ik wel duidelijk dat dat een raad is die ik meegeef vanuit mijn eigen perspectief. Nu, wilt je zeker zijn dat uw comment relevant is, stel dan vragen. Nu, waar ging de fotograaf juist voor? Wat was zijn doel? En heeft hij zijn doel bereikt? Waren er bepaalde drempels waar hij tegenaan liep? En zijn er bepaalde zaken die hij graag zou willen bijleren? Nu, de bron van een commentaar is ook belangrijk. Nu, er zijn mensen die zichzelf gewoon graag horen praten. Andere mensen geven zichzelf gewoon graag een ego boost door andere mensen hun werk neer te halen. En nog andere mensen bedoelen het op zich wel goed,
Maar geven raad mee vanuit iets dat ze ergens in een boek gelezen hebben of in een YouTube-video, maar waar ze zelf geen ervaring mee hebben. Dus stel dat je een commentaar krijgt die zowel specifiek, constructief als relevant is, ga toch ook eens kijken naar de bron van de commentaar. Bekijk bijvoorbeeld een fotograaf zijn portfolio een keer. Nu, ik wil wel heel duidelijk zijn. Kijk, elke commentaar heeft waarde. Nu, ik fotografeer al 20 jaar en ik kan nog altijd bijleren van iemand die nog maar 6 maanden fotografeert. Maar de portfolio van die fotograaf of van de persoon die de comment geeft, kan wel context geven aan de comment zelf. Nu, met positieve comments werkt dat natuurlijk op dezelfde manier. Dit is een comment van mijn mama. Nu, mijn moeder is mijn grootste fan. Ze liked alles wat ik doe, alles wat ik zeg. En dat is enorm leuk dat je twee ouders hebt die zo enorm achter u staan. Daar prijs ik mezelf gelukkig mee. Maar natuurlijk, een like van mijn moeder is op fotografisch vlak niet evenveel waard als de like van een fotograaf die al 30 jaar ervaring heeft. Sorry ma. Nu, dat waren de 4 factoren van een goede kritiek. Nu, het is heel erg moeilijk om goede kritiek te krijgen. Nu, er zijn groepen die gemaakt zijn speciaal om kritieken te gaan verzamelen. Maar zelfs die groepen, ja, die zijn heel erg goed bedoeld. Maar die evolueren toch meestal naar groepen waar alleen maar problemen worden aangeduid. Dus de beste manier om aan dat soort kritieken te geraken is eigenlijk bij uzelf beginnen. Train uzelf om dat soort kritieken te gaan geven, bijvoorbeeld bij bevriende fotografen. En vraag aan die mensen om zo'n kritiek terug te geven aan uzelf. Nu, op die manier kunt je eigenlijk je privé netwerkje opstarten met fotografen die constructieve raad geven aan elkaar. En in mijn ideale wereld zien andere fotografen dat en nemen uw voorbeeld over. Nu, heb je hier nog iets aan toe te voegen? Met alle plezier, laat het mij weten in de comments.